de bank linker hand in glas. Witte hemd, vieze vlekken, zijn lul half hard. Oud sergeant uit het leger, een paar jaar geleden. Maar sinds zijn pensioen is hij op zijn bank gaan leven. Fietsen naar de markt en rijdt de buurman in zijn bak. Maar op een doodgewone dag kwam de buurman met de vraag. Gustav, luister, die hond die ik had, die ligt dood in de hal. Wat weet jij daarvan? Zit die hond, die twee, ik weet niet in zijn leven. Mij een lege botemon, neem maar genoeg bier voor deze week. En hij is biologisch goed voor de natuur. Wat hij verzamelt, al de blik is opgestapeld in de schuur. Recyclingdag, elke eerste van de maand. 10 kilo blikjes, even zwotten meer voor drank.